hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. His brother's not a jerk too. Juist hem. Welkom terug, guys. Ik ga even eerlijk met jullie zijn. Dit zijn drie parts opgenomen. Dit is dus de vierde de Evil Within video die jullie kijken. Ik zou eerlijk gezegd niet weten in wat voor kwaliteit ik hem upload. Of ik hem daadwerkelijk in full en true 4K ga uploaden. Of dat ik hem gewoon in 2K pak. Omdat het spel zo verdomd oud is en 2K een stuk sneller upload. En ik dan alsnog beestachtige kwaliteit heb, maar dan in 2K. Dus mocht ik in de eerste parts hebben gezegd, yo, welkom bij 4K, bladibladibla, en het blijkt uiteindelijk niet in 4K verwerkt te zijn, dan heb ik andere renderbesluiten gemaakt om deze serie wat sneller te laten verlopen ter inleiding van The Evil Within 2. We zijn hier dus geëindigd. We staan hier met deze geflipte dokter. Hij is nog steeds op zoek naar zijn patiënt, net zoals ik eigenlijk. Ik probeer namelijk gewoon te overleven. We zijn Sebastian in een soort fucking vage wereld. Ik weet niet zo goed wat er gaande is, net als de dokter. Het is chapter 4 inmiddels, ook aflevering 4. We gaan hier verder. Ik hoop dat jullie zin in hebben. De support show. Maar de game is creepy en ik hoop deze shit gewoon te gaan overleven. En ik denk dat jullie dat ook wel willen en hopen. Ik heb het dus een tijdje niet gespeeld. Er zit een kleine pauze tussen, waardoor ik eventjes de besturing kwijt ben. Dit is Hurken. We gaan ook even switchen van wapens. Bijvoorbeeld deze. Zo switchen van ammo types. Alrighty. Deze en deze. De enige die ik niet weet is... Oké, dat was hem. Touchpad gewoon. En dan hebben we hier grenades trouwens die ik gewoon kan gooien. Hier hebben we een hele medical kit. En voor de rest zijn de stimpacks of iets dergelijks zijn gewoon op. Dus daar heb ik nogal... Hey, wat is dat? Oh, ik hou zo niet van de sfeer van deze game. Ik speel het en toch ben ik helemaal panisch elke keer wanneer ik het speel. Ik vind het echt zo'n freaky game. De stijl is zo fucking tof, maar ik vind het wel echt beangstigend elke seconde. Maar dat is ook niet zo heel gek in een spel als dit. Maar goed, welkom dus terug. Nee, rustig dokter. Chill even, man. The Evil Within. Op den aden. Aflevering 4. Show die support door eventjes een like te droppen. En we gaan met Sebastian verder in deze chapter 4 en het blijkt... I saw something move. Oh jee, gaan we weer. Ik hoor het ook. Ja hoor. Oh, what the fuck is dit? Hey. Rot op. Oh. Gekke headshot. En drop dat lucifertje op hem, waardoor hij in de fik gaat. Wat hebben we hier binnen dan? We hebben... hier ligt een document. Map fragment 5. Oké, dik prima. Dan hebben we ammo. Dat is ook altijd mooi. En wat hebben we hier? Een kist. Open box. Oh, het is volgens mij... Ja man, het is een bom. Hier hebben we helemaal niks aan. Als ik die open, dan ben ik gewoon neer. Dan ben ik instant neer. En ik heb ook geen stimpacks meer bij de hand. Dus ik ben sowieso een beetje fucked qua held. Maar goed. Sowieso altijd heel oplettend en panisch in een spel als deze. Maar goed. Het blijkt dus een oud ziekenhuis te zijn. Een oud ziekenhuis waar die patiënt van deze dokter bekend mee is. Daarom is het ook de reden dat hij hier naartoe is gevlucht. Precies naar dit punt. En dit ziekenhuis werd geleid door zijn broer. En deze guy hoopt dus dat zijn broer ons binnenlaat. Maar ik denk inmiddels in deze tijden dat die broer net zo hard geflipt is als de rest van de wereld. Dus we gaan het vanzelf zien. Ik pak de shotgun erbij. Dit ga ik niet doen, want ik heb geen ammo. Ik moet met dit wapen gaan. En ik vertrouw niks. Want ik hoor zo'n weird muziekje. Hé, een bijltje. Een bijltje. Leslie.
Ik denk dat ik... Hoi. Ik denk dat ik eventjes ga upgraden, guys. Ja, dan worden we weer wakker hier. Altijd hetzelfde liedje. Het is hier altijd zo stil dat het best wel freaky is. Hier ga ik vandaag of morgen nog een keer echt keihard schrikken door een of andere jumpscare. Omdat je hier zeg maar altijd al komt. En het is hier altijd doodstil. Whatever is the matter. Hey girl. Sla me op. Het is hier altijd doodstil. Er gebeurt niks. Je saved hier je game, je upgrade je character en dan ga je er weer vandoor. En juist dat maakt het een freaky locatie. Waardoor je elke keer weer denkt, ja maar wat als er nu wel wat gebeurt? Tenminste dat heb ik hoor. Wat als je nu wel opeens een jumpscare in je gezicht krijgt? Laten we in ieder geval even upgraden. 12k aan upgrade points. Dus time to upgrade, right? Eens eventjes kijken. We gooien sowieso dit omhoog. Points needed. Nou, ik twijfel nu wel, omdat het zoveel kost. Maximum sprint time moet echt omhoog. Ik denk dat het... Dit wordt. Sprint time. En dan vervolgens naar wapens en... damage multiplier. Oh, daar heb ik niet genoeg voor. Fire rate, wel omhoog. Reload time. Clip capacity. Accuracy critical. Ja joh. Wat is dit? Grenades gaat omhoog. Letterlijk het enige wat ik kan halen. Oh man. Nou oké. Nou, wegwezen hier. Doodse stilte en ik haat het. Rustig maar, dokter. Chillax even, ouwe pik. Ik ga trouwens nog een ander technisch verhaal aan jullie vertellen terwijl ik door de game heen ga. Heb ik nog steeds die bel vast? Ja hoor, ik ga me toch niet vertellen dat die bel hier nog binnen ligt. Die bel is gone omdat ik daarmee door het glas heen ging. Ja, fuck off game. Ik had net een bel gevonden. Ik vertrouw die dokter trouwens ook niet. Ik vind die dokter maar een enge, geflipte gast. Wat hebben we hier dan? Wat? Wat? Nee! You fucking what, mate? Lekker pik, doe maar sterven. Stealth kills zijn altijd beter dan al die andere bullshit. Maar hij heeft hier gewoon echt een best wel onschuldig wijfje wat nog niet gemuteerd was, gewoon erop getiefd. Eerst gespiest, daarna levend verbrand. Veel te kut. Maar goed, wat ik wilde zeggen, dat geldt ook ter afleiding namelijk. Ik ga jullie best wel technisch verhaal vertellen. Ik heb mijn afgelopen parts opgenomen van The Evil Within, maar zeker ook geheel van Rise of the Tomb Raider. Oh jee, kijk nou wat ik hier zie. Niet schrikken jongens. We must be going. Hier ligt dit nog. Let op, niet schrikken guys, niet schrikken. Oh, er dropte er een. Nothing on the hand. Nou. Goed om me heen blijven kijken. Die varkentjes die hebben ook echt de meest derpy faces ever, right? Maar goed, ik heb allemaal andere parts opgenomen met een soort audio issue. Er zit namelijk een soort gare echo in. En achteraf gezien baal ik daar best wel van. En moet ik het fixen met een soort audio laag.
Maar wat nou blijkt, als je op je pc opneemt en je klikt je rechtermuisknop op je volume-icoontje, dan kan je naar afspeelapparaten en opnameapparaten. Bij de opnameapparaten heb je levels. Oh jee, is wat gebeurd. En die levels stonden aan. Die moeten blijkbaar uit. Als je ze uitzet, dan heb je dus geen echo. En ze hebben een hele serie lang aangestaan, waardoor de Tomb Raider parts een soort van echo hadden. Maar goed, laten we er niet al te veel op focussen, maar ik wil dat wel hebben uitgelegd. Als het goed is, heb ik dat namelijk deze part gefixt. En moet je een audio verandering herkennen. Ik vind het alleen zo fucked up aan dit spel dat die guy... What could have happened here? Even kijken, man. Oké, dat was dat. Oké, dit was dus mijn zaklamp. Dat was ik even vergeten. We must find my patient, Leslie. Peel away. No tearing. Just expose everything. Oh guys, ik vertrouw zo niks van wat ik hier beneden allemaal hoor. To you. Okay. Ik heb in ieder geval wat ammo verspild en een klein beetje held. Is it over? Okay, nou ja. Wat ik al zei, ik vertrouw bijna niks van het spel. Ik hoor af en toe enge dingetjes op de background. Ik zet mijn lampje weer uit. Ik kan me herinneren dat ik een lantaarn had in de vorige aflevering. Ik weet niet waarom dat niet meer het geval is trouwens. Shit, waarom is alles wat ik hoor zo naar op de background? No tearing. Yes, expose everything. Nou, nog meer upgrade material, waardoor ik alweer op 1300 zit. Ik denk niet dat dit daadwerkelijk een good doctor is. Het kan aan mij liggen, guys. Maar deze dokter ziet er niet heel chill uit. Er is geen tijd voor fooling around. Doe eens zachtjes, ouwe. The good doctor is here. Hush, hush. Don't you fret. Doc, no, don't. Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother, Valerio. Leslie's original doctor. Peel away. Expose everything. Hey,
What are you doing? Doei, Loki. Oké, ik heb wel een prestatie ontgrendeld, maar geen idee wat de fuck ik zojuist allemaal zag. Hey man, gezellig koppie wel. Wat raar, het was dus gewoon eigenlijk een vet geskilde dokter en dit is wat er van hem over is gebleven. We kunnen het wel onderzoeken. Oh, sleuteltjes! Hij was naar sleuteltjes op zoek. Hou op met me. Moet ik daar met mijn klauwen in? Wat is dit voor fucking Fear Factor bullshit, hé? The fuck? Hey, dank je voor de sleutelspik. Ik peer hem weer. Ik zet mijn geluid wat harder. Dan heb ik in ieder geval ook nog een beetje door wat er aan de hand is. Oké, ik heb sleutels. Maar waarvoor? Hij staat hier gewoon te chillen. Ja, joh. En dit zijn zeker bedden waar je ook gewoon onder kan schuilen, of niet? Nee, dat is dit keer niet het geval. Alleen maar beter. Vaak als je kan schuilen, dan is er al iets fout aan het gaan. Aight. Kijk, die hebben we wel echt nodig. En die gebruiken dus door op je stuurknuppeltje te klikken en dan daar heel snel heen. Syringe heet die. Wat als we deze gewoon gebruiken en dan kan je, ja, dan kan je lekker grenades gooien. Dat is wel... Wesley? That came from outside. Yes. Is er weer een opgegooid? Nee, toch? Nee, die shit hebben we al gefixt. Dan waar de fuck komt dat geluid vandaan? Leslie. Somehow he's... What the fuck, mate? Oeh. Daar schrok ik zo hard van. Overduidelijk een feestje heeft zich hier afgespeeld. Dankjewel. Ja, kijk guys, hoe langer ik het speel, hoe duidelijk het voor mezelf wordt. Het is een prachtig spel. Het is het spel uit 2014, dat wel ter inleiding. Maar ik ga hem gewoon uploaden in 2K. Gewoon, dan pak ik dus 1440p. Want 4K is een beetje onnodig bij een spel als deze. Kijk, Rise of the Tomb Raider heeft zieke environments, deze game ook. Maar dat voldoet een 2K gewoon. Het is te oud en te onnodig. Om hier random opeens een 4K serie van te maken. Want ik snij mezelf in de vingers qua planning dan. Het uploaden gaat dan te lang duren. Oké, gezellig. Die heeft geen upgrade sapjes voor me. Ik dacht dat ik hier iets zag, een vogel of zo, maar dat was gewoon een schaduw. What's wrong with this kid? Nou, wat denk je? Hij leeft sowieso al in deze veel te lijpe wereld inmiddels. Hij is normaal psychisch niet helemaal in orde. En dan gebeurt dit ook nog.
No, he couldn't have. Sowieso ga je door dit soort huizen gewoon jumpscares ervaren. Dat kan niet anders. Het kan alleen al gebeuren dat hij opeens hieruit komt wanneer hij er zin in heeft. Je kan hier ook onder het bed liggen. Nee, dat kan niet. Vaak kan je daaraan herkennen of er iets aan de hand is, hè? Oké, wat een... super gezellige area. Wat als ik eerst weg doorloop? Niet schrikken, guys. What the fuck is dat? Sowieso shotgun shells en harpoon bullshit zit blijkbaar vol. Hoe durf je met de weinige ammo die je al hebt in dit spel je harpoon bullshit vol te laten zitten? Ik bedoel, ik heb er letterlijk één en dan zit het al vol. Ik heb er twee maximaal. Ik kan er één schieten en heb ik er nog één over. Het is echt like fucking bullshit game. Geef me meer ammo. Checkpoint. Ik ben er sowieso ook nog steeds niet achter wat je met die lucifers moet. Ja, leuk dat je de gastjes verbrandt, maar waarom? Kunnen ze anders weer opstaan of zo? Dus ik heb laatst een The Evil Within 2 trailer gezien en dan zag ik dit soort... Leslie. Somehow he's... Ja, wat wil je nou zeggen, dokter? Ik zag zo'n fotograaf aan de orde komen in een The Evil Within 2 trailer. Met andere woorden, het lijkt me een beetje... Het geeft me een beetje het gevoel dat die fotograaf in deze game ook naar voren gaat komen. Kijk, ik heb het spel nog nooit gespeeld, dus ik weet niet wat ik moet verwachten. Maar ik zag zo'n lijpe trailer voor The Evil Within 2 dat ik echt dacht, what's going on? Oké, okay, don't schrik. Help me. Leslie. Help me. Oh, thank heavens. Dr. Jimenez is here. Settle down. Wait, Doc. I think something's coming. Here. Settle down. What the fuck? Something scary. Hey. Be still. No. There's nothing to be afraid of. Waarom is het in hemelsnaam onzichtbaar? Ik kan niet richten. Dank je, game. This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. What the fuck, Leslie? Leslie is ook weer zo'n typische Bethesda-character eigenlijk. Gewoon half aan Wolfenstein doen denkend. Het doet me een beetje denken aan die lijpe guy van Wolfenstein. Die kale met dat ingedeukte hoofd. Het is gewoon weer typisch zo'n karakter. Ja joh. Heel slim dat hun het voortouw nemen. Loop vooral in je eentje daarheen. The stairs are gone. We must be collectively losing our minds. 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 Oh God. No. Rovik. It is you. Ah! Leslie. Who the hell are you? No. Don't follow. Oh, dan ga ik zeker stoer doen. Ja, ik ga stoer doen. Leslie? Dan moet je zeker omkijken. Wow, er is niks. Fuck. Ja, dit is typisch de Evil Within, man.
psychologische horror. Psychologische fucking horror. Nee, game, je doet me denken aan Pief. Woah. Woe. PT. Ah, chill. What is going on here? Ik zit in mijn periods, denk ik. En een gigantische ook. Oh man, ik heb maar zo weinig bullets. Hoe kan je hiervan uitgaan dat ik het gewoon wel even fix? What the hell is even going on here? Oh well. Ik heb niet eens een idee wat de fuck er gebeurt, maar ik weet wel dat het zo. Het spel kan alles met me doen. Het kan alle kanten op, want het is hartstikke psychologisch. Ik zie hier sowieso. Ik kan het in de fik steken. Dus stel er komen hordes achter me aan, dan is dat een tactiek die ik uit kan voeren. Ik zie hier een trap omhoog, dus dan zou ik door het water heen moeten. Kan ik hier doorheen? In eerste instantie wel, zie ik. Ja, dat vind ik zo eng, hè? Geen idee wat de fuck ik moet verwachten. Een melee-wapen. Nee, totaal niet. Shockbolt. Het leek echt even op een melee-wapen. Heel. Dit was een trap. Daar is ook weer een trap. Ik snap helemaal niks van wat er gebeurt. Ik weet wel dat er 100% zeker straks gewoon hordes aan enemies gaan komen. En die gaan me sowieso doodsbenauwd maken. Hier is ook een trap omhoog. Oh man. Dat ging zo net goed. Anders had ik alweer extra en onnodig held verloren. Ja, dit zijn traps, man. Het lijkt erop dat als ik dit omzet, dat ik ga. We kunnen het proberen. Oh, zie je, het moet wel. Oké, ik ga er godzijdank wel overheen. Ik pak de ladder. Ik weet niet waar ik heen ga, wat ik moet verwachten, maar we gaan het zien. Oké, het ziet eruit dat ik naar de overkant moet. Kan ik daar dan gewoon heen of zo? Ik bedoel, what the fuck? Ja, oh, dat ging bijna fout. Wat, ik schrok zo hard. Oh my god. Wat één simpele sound effect. Ik zit wel steeds living on the edge, merk ik. Ja, nou gaat het gebeuren. Auw. Dat was echt de domste actie die ik ooit heb gedaan.
Oh jee. Heb ik gewoon echt geen ammo meer? Oh, you got to be freaking kidding me. Oh, game, stop it. Oh my god. Ga er doorheen, dude. Ja, zijn ze neer. Ze kunnen dus echt veel te bad tegen deze dingen. Oh my god, het is gelukt. Ik heb in ieder geval progressie gemaakt aan het begin van deze debiele episode. Oh my god. Wat een wanstaltig spel, nu al. Ik heb ook like geen ammo meer. Health. Wel ammo, dat valt op zich nog wel mee, tot nu toe dan. In ieder geval een grenade opgepakt van al deze enemies. Oh my god, ja, als je kijkt, ik heb alleen een medkit. Ik moet hem wel gaan gebruiken. Dat is er één. Daardoor ben je even dizzy, maar ik heb geen syringes meer, dus ja, dat is een beetje kut. Ik kan hierop, I know. Kapot maakt, weet ik niet wat het doet. Het geeft me geen extra upgrade items. Dus dat is wel een beetje balen. Ik weet wel, hier heb ik nog iets laten droppen. Dat hier, dat was een statue. Dat weet ik ook pas sinds kort. Ik heb namelijk zelfs één statue overgeslagen. Kijk, en er zit dan een sleutel in. En die verzamel je. Ik heb dus ooit een keer een statue overgeslagen. Dat was volgens mij een kerktoren of iets dergelijks. Ik had nooit geweten dat dat collectibles waren. In ieder geval niet op die manier. Dus dat is best wel balen. In ieder geval, ik heb wat ammo. Ik heb hier wat ammo. Ik heb nog wat laatste lucifers over. En oh my god. Dit wordt het einde van deze episode. Episode 4 van The Evil Within. Die gore geluid op de achtergrond, dat iedereen natte ruften laat constant. Oh, dit wordt echt een lijpe outro. Oh shit, check dit ook. Oh my god! Shit! I better run.
Oh my god, oh my god, oh my god. Better run, zegt hij nog rustig. Fuck, ik let er niet op. Shit man, domme fucking kut Denna. What is it with you? Oeh. Ik heb ook like één bullet. Ik heb hier nog wat bullets. Eentje van die, twee gif. Fuck off, fuck off. Ja hoor. Timing is key, hoor. Jesus Christ. I made it. I can't believe it. Nee, on the sick hall. The fuck. Alsjeblieft, kom met ammo of een goed wapen. Ja, dank je. Eén bullet ook. Wat is dit voor überhaupt? Voor beloning. Oh man. Guys, ik ga jullie bedanken voor het kijken. We gaan even deze oppakken. Ik ga ook niet te ver doorlopen, want je weet hoe dat gaat. Dan zit ik straks weer gewoon verder. Zit ik nou echt qua ammo full? Oh, dat zijn deze kogeltjes. Ik schrok al. Ik moet hem hier gaan eindigen, want anders komen we straks weer in een stukje waar het weer erger en enger wordt. Dus bedankt voor het kijken naar de Evil Within episode 2. Episode 4 en tot de volgende aflevering, waar we in episode 5 verder gaan. Want wie weet zit de chapter er wel bijna op, hoor. Wie weet moet ik hem hier afsluiten. You never know. We kunnen bijvoorbeeld afspreken dat zodra ik nu nog in actie beland... Ja hoor. Slechtste ending ever, ik ben dood. Yeah.